Hallo en welkom mensen bij weer een nieuwe commentaar van Nico's van Mr. Fantastic. Vandaag spelen we Call of Duty Advanced Warfare. Ik kan me nog herinneren dat ik heb gezegd dat ik deze inderdaad niet zou kopen. Maar ik kon het toch niet laten. Ik heb echt een heleboel gameplays gekeken van The King 77NL, die ik de laatste tijd een beetje aan het volgen ben. Hij doet allerlei video's met MW3 en ook af en toe een keer Advanced Warfare. En ik kijk ook andere video's van mensen. En het begon toch weer te prikkelen van, hey, Nick, je bent eigenlijk begonnen met Call of Duty op je YouTube-channel. En het is vreemd dat je dan dat nu niet meer speelt. De reden waarom ik niet meer zoveel speel is, ik heb het best druk op school. Ik ben maandag eigenlijk overdag thuis en dan 's avonds ben ik in het zwembad te vinden, ben ik zwemles aan het geven aan kinderen van 5 tot 7 jaar ongeveer. En dan op de dinsdag is het echt een hele drukke dag voor mij. Ik ben zeker tot van 8:30 tot 5:30 op stage, dan eten. Dan wil ik vaak mijn vriendin nog even zien. Dus dan ga ik na het eten direct op de fiets. En gelijk vanuit mijn vriendin, als ik daar een uurtje ben geweest, door naar voetbaltraining. Dan ben ik om 10:30 thuis. Dan moet ik nog douchen. En ben ik vaak wel op. Dan heb ik geen zin meer om te gamen. Dan ben ik eigenlijk al moe. En de donderdag is eigenlijk precies hetzelfde. Maar de woensdag ben ik eerst tot 4:30 op stage. Dan ga ik met de fiets naar het station. Pak ik de bus. Dan ga ik richting Emmen. En dan ben ik tot zeker een uur of 8, 9 op school. En heb ik gewoon les in het stukje zwemles, zeg maar. Daar krijg ik theorieles, zeg maar. En op de vrijdag ben ik tot 4:30 op school. En op zaterdagochtend werk ik. En dan heb ik 's middags lekker vrij. En de zondag heb ik nog wel vrij. Dus dan kan ik vaak wel een paar dingetjes doen. Nou, zoals je kan zien, ik ben begonnen met de bal 27 volgens mij. Aardig goed wapen, ik gebruik hem nu nog steeds. Ik heb eigenlijk de hele dag een beetje gegamed sinds dat ik terug ben van mijn werk vandaag. Gisteren natuurlijk de hele campaign even gedaan. Ik had vrijdag, of gisteren al wat tijd. Het is lekker vakantie natuurlijk. Maar nu, nee, het is bijna voorbij. Ik ben momenteel level 30. Ik heb twee elite ball weapons. Die altijd wel aardig chill zijn. Ja, ik speel nu met UAV. Dat kan ik wel even verklappen. UAV moet ik even opzoeken. UAV Missile Strike en Warbird. Ook een tijdje met de System Hack, maar ik dacht, nou, misschien krijg ik wel puntjes. Zoals bij Black Ops 2, dat als je Scrambler doet of zo, dat je dan punten krijgt. Maar je krijgt helemaal niks. Dus het zit alleen je tegenstander tegen. Het helpt jezelf niet zoveel mee direct, zeg maar. Dus ik heb de keuze gemaakt om een Missile Strike te doen. En het mooie aan deze killstreaks zijn, je hebt heel weinig killstreaks, maar je kan ze ook upgraden. Dus je kan bijvoorbeeld een missile strike, kun je zeggen van, hey, ik wil gewoon dat het een predator is. Ik wil dat hij maar één kogel afschiet. En dan, dan is hij sterker of zwakker. Dus je kan het helemaal aanpassen naar jouw eigen idee. Dat vind ik wel cool. Je hebt ook vrij weinig perks. Gewoon lekker dat 13 punten systeem weer, wat ik van Black Ops ook wel goed vond. En nu iets meer punten, dat is wel lekker. Ik heb nu twee Semtex'en. Toughness, dat is dat is Reduced Flinch, maar ik merk er af en toe niet zoveel van. Peripherals, zodat je wat grotere map ziet linksboven, is ook wel ideaal. En Low Profile, dat is een beetje tegen UAV's en zo, dat is wel ideaal. En ik gebruik bijna altijd Silencer, Foregrip en Extended Mags op de bal. Ik heb nu het Elite Weapon Obsidian Steed. Nog niet in deze, want dit is echt de allereerste game die ik heb gespeeld. Kwaliteit is ook een beetje min. Deze gozer zag mij trouwens niet. Maar het is nu al een stuk beter, denk ik. Ik krijg binnen 15 seconden een drop. En ik ben al rank 5. Het gaat echt lekker snel. Ik heb echt vanaf nu of 12 keer gegamed. En het is nu ongeveer 4:30 non-stop. Ja, wel een keer twee pauzes voor de wc of zo. Maar ik ben al level 30. Het schiet echt op. Ik kan je zeggen, in het begin beast ik hem wel aardig. Dit is wel een aardige gameplay. En een paar games daarna, volgens mij had ik iets van 33-11.
Dus daar ben ik ook wel trots op. Maar op dit moment, ik ben level 30, ik kom echt redelijk goede mensen tegen. Echt van clans en zo. En ik ga gewoon echt zwaar negatief. Ik moet zeggen, het maakt me bij deze game niet zoveel uit. Ik weet dat ik later begonnen ben en dat het even inkomen is. En we zijn allemaal een stukje verder met ontwikkeling van hun Call of Duty zijn. Ik moet gewoon heel erg wennen aan dat springen en zo. En ja, het is niet iets, je ziet het in deze video ook, het is niet iets wat je redelijk veel in deze video ziet. Want ik moet er nog echt helemaal aan wennen. Maar je ziet hier ook, ik moet hem echt helemaal zoeken. Het is echt, ik vind die aim en zo, ik vind het best moeilijk. Kan ik je toegeven. Het is niet een van mijn Call of Duty's die ik het snelst oppak eigenlijk. Ja, er staat 6 puntjes achter. Moet nog wel kunnen. Ik heb volgens mij ook een aardige kill dead. Om de tweede helft mee in te gaan. Ik speel wel echt alleen maar Domination. Ja, Domination is wel een beetje mijn ding. Een beetje vlaggen pakken. En je kan ook een beetje spans controleren. Als je met Domination de vlaggen hebt, dan weet je ongeveer wel waar ze spannen en zo. En ja, dat vind ik het grote voordeel aan Domination. Gewoon een beetje lekker aanklooien. En weten waar de spans zijn. Een beetje daar naartoe lopen. Maar ik ga best wel voor de winst, ja. Als ik een vlag kan pakken en er is niemand in de buurt, dan pak ik hem ook gewoon. Je ziet hier wel redelijk defensieve, ja, zoals je ook ziet, defensieve houdingen. Ik wil eigenlijk gewoon even lekker rustig beginnen. Hier lekkere dubbelkill. En toen dacht ik, hey, what the fuck is dit? Air support. Komt wel iedere keer in beeld. En ik dacht echt van, huh? Wat is dat iedere keer dan? En dan kun je dus een killstreak van iemand anders besturen. En dan kun je die gebruiken. En dan kun je zelf misschien een kill mee maken. Dus met iemand anders killstreak kun je ook punten halen. Dat is wel echt super chill. Enige nadeel is voor die andere gozer is dat hij wel meer punten moet halen voordat hij überhaupt eerst dat ding heeft unlocked. Dat is wel een beetje nadeel. Je hebt ook lekker weinig killstreaks. Gewoon een stuk of 10 volgens mij. Waarvan echt 3 wel beast zijn, Warbird, maar niks overpowered ofzo. Ja, Warbird is goed. Moet je volgens mij 800 punten voor hebben als je maar niks geüpgrade hebt. En dat is nou, een redelijk aantal voor een redelijke killstreak, vind ik. Ja, zoals je ziet ook echt hele slechte aim. Nee, toen kwam dit in beeld, toen dacht ik, hey, airstrike. Nou, ik ga ook wat proberen. Maakte er ook nog een kill mee, hartstikke mooi. En toen ging ik weer verder en die man in de hoek kijken. Volgens mij zit hij er nog. En ik pak gewoon B. Het kan echt niet. Er staan allemaal mensen omheen. Maar ik ga gewoon liggen. Ja, ik moet echt wennen aan dit spel. Ik heb natuurlijk de hele tijd GTA 5 gespeeld. GTA 5 totaal ander spel. Qua reloaden en zo. Daar reload je met B. Hier reload je echt met X. En ook qua aiming en zo. Daar had je altijd nog wel een beetje. Dat je redelijk kon aimen. Dat is in dit spel ook weer een beetje weg. En ja, het is gewoon lastiger. Als je echt totaal heel lang geen Call of Duty hebt gespeeld. Om dan het weer op te pakken. Ik heb daarom niet van die gisteren de hele campaign uitgespeeld. Het was niet mijn bedoeling om die in één avond uit te spelen. Maar toen las ik dat ik 3 Secret Achievements nog moest. En toen dacht ik van hey. Volgens mij zijn dat gewoon nog 3 missies. Dus dan ben ik volgens mij gewoon tot 11:30 doorgegaan of zo. En hier dacht ik van hé, laat ik die drones inroepen. Nou ja, lukt niet, lukt niet. Ik denk, nou ja, yo, laat maar. Het is toch maar een recon drone. Ik kon je niks mee, wist ik op dat moment nog niet. Ik merk wel dat de kwaliteit van deze video best wel redelijk slecht is. Het wordt zo snel mogelijk opgelost. Want dit is het enige filmpje die niet gerenderd is en de rest van de 20 gameplays die ik heb gehaald. Wel, ja, er zitten ook gewoon echt kut games tussen. Net zoals ik zeg, ik ben nu level 30, ik heb iets van 25 games gespeeld nu. Een stuk of 5 zijn echt wel redelijk. De rest is wel ja, minimaal zeg maar. Een beetje minimale score, dat wil je eigenlijk niet uploaden. Maar ja, ik heb eigenlijk weinig anders dus. Ik vond deze gameplay wel goed, lekker de eerste gameplay gewoon uploaden. Je ziet hier ook best wel defensief spelen, maar hier al 20 kills met de bal. En ik hou ook redelijk wat killstreaks.
Dat vind ik vaak in de eerste Call of Duty, dus dat het niet moeilijk is om killstreaks te halen. Je komt in een redelijk matige lobby, zeg maar. Aangepast omdat je level 1 bent bij redelijk minder mensen. Oh, hier hou ik zelfs Warbird. Jeetje. Het gaat echt epic. Toen dacht ik, Warbird, oké, okay, hoe moet dat? Ja, een beetje knallen. Nou, ik krijg niet zoveel. Four Flare. Staat linksboven, staat er ook iets. Ik heb het niet gebruikt. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Ik zie het pas als ik deze video kijk eigenlijk. Dit is volgens mij de laatste seconde van Domination. Ja, nog 22 seconden en dan zijn we klaar. Jeetje, ik heb geen calls meer. Call for defensive support. Nee, doe ik maar niet. Ik zou ook gewoon. Oh ja, vliegt gewoon. Dat ding. Even alles neerzetten voordat ik klaar ben. En here we go. Victory match bonus 2000. We begonnen. U ziet nog even de final kill cam van Johan Lendam. Zoiets. We zijn begonnen. En daarbij eindigt deze gameplay, mensen. Bedankt voor het kijken. En tot later. Ik ga echt zeker veel meer Call of Duty uploaden. Bye.